zou helemaal gefrustreerd worden en hem gewoon zo uit het raam gooien. Dus daarom begin ik er nog aan. Goedemorgen, het is eerste kerstdag en ik sta in de badkamer. Jullie horen de wasmachine op de achtergrond. Marco en ik hebben een beetje uitgeslapen en we hebben het bed net verschoond. Dus dat zal vast heel relaxed voor vanavond. Is het 00:30? Nee. Nee toch, maar wel bijna misschien hoor. Naar 23:50 is het, valt mee. Het is nog wel ochtend. Dus ik ga nu even mijn haar doen, zodat dat goed valt vandaag. En daarna gaan we lekker brunchen en we moeten nog een beetje schoonmaken in huis, omdat wij morgen mensen krijgen. Maar we gaan pas rond 3:00 of zo naar Marco's ouders, dus dat komt wel goed. Volume en het is een stuk droger met een fun borstel. En nu ga ik nog met deze steltang ga ik een soort losse slag maken. Als jullie het willen, kan ik een keer als ik meer tijd heb er wel echt een soort haartutorial van maken. Maar nu is het niet zo handig. Daar heb ik niet genoeg voldoende tijd voor. Marco en ik gaan de tafel alvast een klein beetje voorbereiden op morgenochtend. Kijk, dit is dus het verlengstuk en dan zie je hoeveel beschadigingen de tafel eigenlijk heeft. Maar goed, wij vinden dat helemaal niet erg. Alleen het ziet er nu echt heel raar uit. Vorig jaar het mooi hebben. Ja, maar niet als je het allebei ziet. Maar we hebben een mooie tafelloper. Die bedekt het enigszins. Zo, ik ben opgemaakt voor eerste kerstdag. Nou, die krullen die ik vanochtend had gemaakt, die heb ik heel erg uitgeborsteld. Want ik wilde eigenlijk alleen zo'n slag. Dus er is niet zo heel veel meer van over. Nog iets minder dan eigenlijk de bedoeling was. Maar dat komt ook omdat ik het ging krullen toen het eigenlijk nog net ietsje te nat was. Dus dan blijft het niet zo goed zitten. Maar ik heb ook nepwimpers op. Dit zijn de Wispies van Ardell. Mijn wing is wel echt heel lang geworden. Maar goed, in verhouding met die heftige nepwimpers dan kan het volgens mij wel. En dit is Diva van MAC. En ik heb dit mooie jurkje aan. Maar nu even een vest erover aan. Dat is ook wel fijn. Zo, Marco en ik hebben net ongeveer een half uur hier lopen poseren en foto's gemaakt. Er zitten wel een paar leuke tussen. Dat weet ik wel zeker. Dus dat is wel leuk. Voor het eerst een echte kerstboom. Dus we wilden wel echt een burgerlijke foto erbij. Ik laat wel een paar foto's zien die we net gemaakt hebben. En nu is het tijd om snel de cadeautjes in te pakken. En dan gaan we naar zijn ouders. Nou, Marco,
Zijn we er klaar voor? Alle cadeautjes erin. We hebben ook nog twee spellen meegenomen. 30 Seconds en Dixit. En ik heb hier nog een hele doos vol met make-up. Waar ze tussen mogen kijken. Die zijn of niet gebruikt of heel weinig. Dus ik denk dat ze dat ook wel leuk vinden. Tenminste de meiden. Een soort van extra kerstcadeautjes. Het is heel zwaar trouwens met één hand. Dus ik ga snel stoppen met vloggen. Maar Marco, ik wil even jouw strikjes showen. Dat vind ik zo leuk. Oké, okay, nu heb ik wel weer mijn armtraining voor vandaag gehad. En jij ook. Hier zit alleen al het cadeau van mijn broer is iets van 5, 6 kilo. Heel zwaar. Ja, dat is zo'n, mag ik nu wel zeggen, marmeren snijplaat. En dan ook nog heel veel drankcadeaus natuurlijk. Ja, die zitten in deze tas. Oh, dat is wel in balans. Maar ja, hey, toch aan een vingertje. Oké. Okay. Hi lief, ben je blij? Ja, ik ben wel blij. Marco is voorlopig alweer even zoek met zijn cadeautje. Maar wat, dit is extra moeilijk omdat het geen kleur heeft, of niet? Nee, het is extra moeilijk omdat het verschillende vormen heeft. Want als ik hem nu draai... Ja, dan klopt het niet. Ja, klopt de vorm niet meer. Is het geen vierkant meer überhaupt? Nee, je moet het weer een vierkant maken. Wow, ik ben heel erg verwend. Heel veel leuke cadeautjes, echt te gek. Super tof. Maar wel heel lief. En onze cadeautjes zijn volgens mij ook goed als het eruit gestopt. Ja, zeker. Gelukkig. Deze mooie plank is alleen nog een vorm. Yeah. Wow. Ja. Oké, ik had een hele bak meegenomen en gelukkig zo te zien wordt er veel uitgepakt. Ik hoef niet meer alles mee terug te nemen. Nou, ja sorry, ik kan niet echt. Ik kom met Marks. Sheila wil graag dat je speelt. Ja, precies, maar... Weet je, ik ben Nou, Marco en ik zijn weer thuis. Het is alweer 12 uur geweest en we moeten morgen weer vroeg op. Maar ik dacht, het is wel leuk om jullie eventjes de cadeautjes te laten zien die we hebben gehad. Want vele leuke en lieve cadeautjes gehad. En we hebben ook, zoals jullie wel hebben gezien, echt heel lekker gegeten. Echt super lekker. De ouders van Marco heel goed geregeld. Het zag er echt heel fancy uit en het smaakt echt heel lekker. Het was echt... top gewoon. We gaan jullie even laten zien welke cadeautjes we hebben gehad. Als eerste heb ik van Marco, dat zat hierin, maar dat zit nu in mijn auto. Ik heb een autoparfum gehad van The Rituals. En dat is echt super fijn, vooral als je een auto hebt die nog heel erg naar nieuwe bekleding ruikt en zo. Dan ruikt het gewoon heel lekker in hamam geur. Dus ik heb nu echt, ik word helemaal zen in mijn auto nu. Echt super leuk cadeautje, dankjewel schat. Alsjeblieft lieve. Oh, dan wil je ook meteen wat ik van zaterdag krijgen. Oh, ik ben inderdaad echt te groot. Ja, jij moet gewoon een beetje zo. Ja, camera staat niet al te hoog, Marco. Maar het heeft niet uit. Je kent misschien de Rubik's Cubus. Alleen dit is de Rubik's Cubus, alleen met spiegels en verschillende vormen. Oh, sorry wel. Formaten. Zo, hand was het toch? Nou, ik weet niet. Dat... Nee, verschillende formaten dus. Met spiegel. Als je dus gaat draaien, krijg je verschillende vormen. En dat moet gewoon één normale kubus worden, dus... Daar is hij wel even mee bezig en Marco houdt echt van dat soort dingen. Want dan denk ik misschien een vet raar cadeau, maar hij vindt dat echt leuk. Super tof. Ik zou helemaal gefrustreerd worden en hem gewoon zo uit het raam gooien. Dus daarom begin ik er aan. Maar Marco vindt het leuk, dus dat is mooi. Nou, en van Marco's opa en oma hebben we maar liefst 2 kerstbomen met celebrations gehad. Echt super lief en ook nog een heel mooi geldbedrag. En ja. Het komt sowieso goed van pas. De batterij valt bijna uit, dus we gaan even in een iets rapper tempo door. Van Marco's zus en vriend hebben we zo'n bon gekregen. Die je kunt uitgeven bij allerlei belevenissen. Zowel een lunch als een borrel, high tea, sauna, van alles. Dus dat kunnen we een keer met z'n tweetjes doen. Dat is voor 2 personen. Nou, van mijn ouders een heerlijk flesje wijn. En een heerlijk flesje, nou, klein champagne-achtig cava. Ja, cava is heel lekker.
lekker. Schattig flesje. En leuke sok trouwens. En ook nog een super mooi geldbedrag. En een mooi geldbedrag ook. Ja. En dan hebben we ook nog een heerlijk pakket met chocolaatjes van het merk Lindt. Super lekkere chocolade. Van zijn broer en vrouw gehad. En daarbij ook nog een Chardonnay, een lekkere wijn. Dat heb je toch gezegd, dus ja. Ja, die heb ik al gezegd. Dus we zijn nu rond volgens mij. Het is echt super leuk. En het was een hele gezellige avond. Heel lekker gegeten. Ik ga super nu snel deze vlog voor jullie bewerken. Eigenlijk moet ik slapen. Dus hij zal iets later online zijn gekomen. Sorry daarvoor. Maar dat is nou eenmaal zo met de feestdagen. Dat zal met die van morgen waarschijnlijk ook zo zijn. Morgen neem ik jullie weer mee. Feestdagen. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Hopelijk morgen. Doeg. Wacht even. Marco is nog wel even bezig, hier ga ik niet op wachten. Als jij dit doet, ga ik bewerken. Ben ik nog eerder klaar dan jij? Want het is toch ook de bedoeling dat dit een heel lang doeg! Adieu! Parfleur!